November 2019 werd ik benaderd door een zekere heer Eckstein uit Schaik in Noord-Brabant. En die vroeg of dat wij op de hoogte waren dat hier wel iets historisch lag. Ja, dat weten wij. Gaan jullie er ook wat mee doen? Nou, daar hebben we eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik ben Henk Wismans, voorzitter van het Rockleaser Merselo. En ik ben Jan Michels, lid van het Rockleaser Merselo. We staan hier in het bos aan de Endepoel in Merselo. Op een voormalig Nederlands arbeidsdienstkamp Endepoel. We hebben vandaag een rolleiding. We hebben een kleine expositie in het Venrijs Museum. En bezoekers hebben we uitgenodigd om hier een kijkje te komen nemen. En met eigen ogen te aanschouwen wat hier nog zichtbaar is van van de voormalige kamp. Wij hebben dat in 2020 opgepakt. En in verband met corona komt dat nou pas tot ontwikkeling. En het project is steeds groter geworden. Hier waren jongeren van tussen de 18 en de 23 vervulden hier een zogenaamde dienstplicht van 6 maanden. En die dienstplicht was niet militair, want marcheren deden ze met schoppen op de schouder in plaats van geweren. Is er nog veel overgebleven uit die tijd? Nou, er zijn nog verschillende barakken. De funderingen van barakken zijn zichtbaar. Niet de barakken zelf, maar enkel funderingen. Hier hebben oorspronkelijk 19 barakken gestaan. En we hebben van 6 of 7 barakken hebben de fundering blootgelegd. En daar kunnen we de contouren zien van hoe groot de barak is geweest. Daarmee kun je ook meteen zien hoe omvangrijk, hoe groot het kamp was. En we hebben daar een aantal paden vrijgemaakt, zodat we een wandelroute langs kunnen laten gaan. En laten zien hoe het hier destijds geweest is. Welke groepen zijn hier actief mee bezig? Nou, op dit moment is dat het Rockleaser Merselo Heemkunde Stichting. Een nauwe samenwerking met de archeologische werkgroep Venray, de gemeente Venray en het toeristisch platform Venray. Er komt steeds meer informatie vrij en we zijn nog niet op het punt dat we alle informatie gecoördineerd hebben en op een rijtje gezet. Dus ik durf er geen einddatum aan te hangen. De expositie in het museum is verlengd, heb ik begrepen. Komen er ook nog meer rondleidingen zoals deze vandaag? Nou, dat hangt een beetje van de belangstelling af. De expositie is verlengd gewoon omdat er best wel belangstelling is voor ons kamp. Wij delen informatie uit, we leggen dingen uit, we geven tekst en uitleg. Maar aan de andere kant krijgen we ook veel informatie terug. En dat is natuurlijk heel belangrijk, we zijn bezig met het onderzoek. En hoe meer informatie dat we kunnen krijgen van bezoekers of mensen die er nog wat vanaf weten, des te verder komen we met ons onderzoek. En als daar een rondleiding als deze bij helpt, dan willen we dat graag een keer doen, maar er staat voorlopig nog even niks gepland. Want we zijn heel druk nog met interviews en uitzendingen en het museum en rondleidingen. Dus ons onderzoek is een beetje op een lager pitje komen zitten, maar dat willen we toch weer herstellen. Maar als een rondleiding als vandaag daarbij kan helpen, dan willen we het graag een keer oppakken. Super, bedankt voor de informatie. Graag gedaan.